Deze schilderijen zijn gemaakt door dominee Arie Reurekas. Ik heb Arie leren kennen als een opvallend positieve man. Die een gezellige prater is, die graag met je in gesprek gaat en die steeds weer zijn positieve levensmotto, zijn positieve levensstijl naar voren weet te brengen. En die heeft hij hard nodig gehad, want in 2008, na 30 jaar predikant en docent godsdienst en maatschappijwetenschappen te zijn geweest, kreeg hij een herseninfarct, waarbij hij volledig invalide raakte. Dat is een stukje van zijn leven die hij gebruikt heeft om een andere wending te geven. Hij wilde zich nog steeds uiten naar mensen, hij wilde mensen nog steeds wat vertellen en is zich toen gaan bekwamen in het schilderen. Hij heeft dat gedaan op de klassieke manier. De werken zijn ook allemaal geschilderd op paneel en gemaakt met olieverf. Met uiterste precisie worden al die werken laagje voor laagje opgebouwd. En gemiddeld doet hij wel misschien wel 1,5 jaar over een werk tot het helemaal klaar is. Dan moet het nog drogen, dan moet er nog weer een laklaag overheen. Dus een schilderij van Arie is een heel klein levenswerk. Bij sommige werken komt tot uiting dat Arie een gelovig man is, want die brengen dan bij hem een bepaalde bijbeltekst naar boven, die hij dan in het werk afbeeldt. Anderen zijn geïnspireerd op de schoonheid van de natuur bijvoorbeeld. Hij heeft een prachtig schilderij met flamingo's of op een gewoon sfeervol plaatje. Het is zeker de moeite waard om de werken van Arie van dichtbij te bekijken en ook op de website eens te zien, want hij maakt bijzonder werk en het is bijzonder werk van een bijzondere, positieve man.